Code oranje, dus hoog tijd voor een paraplu-test. Met welke paraplu kan jij droog de storm trotseren? We hebben er 4 gekocht en nemen voor jou de proef op de som. Paraplu 1, gekocht bij de Zeeman voor €2,80. Ik ben benieuwd. Dat begint goed. Hij is al kapot. Die overleeft storm Doris niet. Paraplu 2 is gekocht bij het Kruidvat en kost €3,99. En hij zou volgens het kaartje de storm moeten overleven, want hij is windproof. Maar aan het te zien. Positief vooruitzicht, want hij heeft dit in ieder geval overleefd. Hij klapt niet direct om. Volgens mij is dit wel een best pluutje voor €3,99. Paraplu nummer 3, Deurs van Stijl, €5,99, gekocht bij de Ethos. Eens kijken of die het wel vol gaat houden. Nou, zo zie je maar dat dure paraplu's niet altijd steviger zijn. Want deze staat ook gewoon bijna op omklappen. Als je hem recht houdt, prima. Maar zodra hij tegen de wind ingaat, dan klapt hij om. Onze vierde en laatste paraplu is er eentje van Den Haag FM. We moeten natuurlijk wel testen wat we weggeven. Ik ben benieuwd of deze het wel volhoudt. Nou, die gaan we voortaan niet meer weggeven. Want die van de Ethos, het Kruidvat en Zeeman zijn dus beter dan onze eigen paraplu's. Oh jee, hij is helemaal kapot. Conclusie, een goede paraplu kost dus meer dan €6. Maar wil je nou een goede en betaalbare paraplu, ga dan naar het Kruidvat, want dan ben je voor €4 klaar. Moet je hem wel beter houden.